Yo, kijk, ik ben hier tegenaan met een nieuwe aflevering van GTA 3. We gaan even kijken waar ik de missie precies moet gaan starten. Oh, hierin dus. Dit is Bane. Bam, bam. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has 3 death squads started around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Het lijkt een beetje op mijn personage. Maar, dus we zijn dus een beetje een snack eigenlijk. At the moment. They're zero killers. Dus ik heb zo'n beetje een goede auto gaan hebben. Nee, deze auto was net goed. Maar nu is het niet meer. Wow! Physics! Jongens, ik moet deze auto nu hebben. Dank jullie. Het is niet de snelste auto, maar ja, ik heb tenminste iets. Daarvoor rijdt al een snelle auto. Die wil ik heel graag hebben. Oh, hier. Ik ben helemaal de weg kwijt. Dat gaat jullie waarschijnlijk in de gaten. Move. Hij spreekt zelf echt letterlijk voor mijn auto, niet ik. Maar even kijken, waar moet ik nou precies naartoe? Aan de andere kant van het water. Dus dat is aan die kant, dus voor mij is het airport. Dus ik ga gewoon letterlijk onder de grond weer. En dan kan ik weer spelen als mol. Eentje verder volgens mij. Moest ik er hierin? Jee, toch wel goed. Dan ga ik hier heel snel naar beneden. Want hier ondergrond kan me niet heel veel gebeuren. Ik heb geen last van choppers en alles. Als het dus goed misgaat. Tuut, tuut. Ga hier af. Woppa, die ging niet helemaal goed. Wel zo goed als. Oké, okay, je voegt er heel raar uit. Die maakt een hele aparte manier plaats van mij. En die rijdt gewoon door de grond heen. Hop, hop. Hop, hop. Overal lekker tussendoor. Oké, okay, hierboven is het dus de eerste zitten. En volgens mij is dat gele vakje waar ik dus naartoe moet rijden. Spiegel. Heb je gekregen om te kijken waar mensen rijden. Dan moet ik dus iemand anders auto jatten. Alleen maar omdat jij zo verschrikkelijk vervelend doet me weg te rijden. Oké, deze gaat echt, denk ik, behoorlijk lang duren. Als ik geen andere auto ga krijgen. Heel een mooie auto. Maar rijden deze targets of zo? Daar lijkt het wel volgens mij. Of niet dan? En voor mij moest ik nog steeds niet killen, dus. Nog geen politie achter me aan zien te krijgen. Dat zou op zich wel heel erg onhandig zijn nu. Move. Kan dan. Kan dan, feffe. Ik heb een god niet hoe ik hier precies moet rijden. Als de mensen zo vervelend mogelijk gaan rijden, gaat dit allemaal mis. Oh my god, hoe moet ik dan rijden? Dan moet ik die andere brug hebben.
gewoon onder de grond moeten gaan. Volgens mij wel. Ja, recht achter in het noorden zit wel iemand anders die ik heel graag wil hebben. Die zou ik meteen meenemen. Die gast rijdt me mee. Oké, hier heb ik helemaal niet hoeven te zijn. Ja, maar ik weet niet hoe ik moest rijden. Jongen, kun je deze missie wel laten falen? Staat nergens de tijd. Ik doe echt mijn uiterste best hiervoor. Ik ben nog nooit geweest op dit eiland. Dus ik weet wel gewoon niet eens hoe ik moet rijden. Hoe lang hebben we nog rondjes gereden? Ruim 6 minuten. Wat ik gewoon veel makkelijker kan doen is gewoon... start game, load, die, die. En dan kom ik er ook. Precies waar ik moet zijn. Deze bus is tenminste wat power. Rij niet tegen me op, want jij krijgt schade, ik niet zo heel veel. Hoppa, dat is een hele mooie sprong. En dan stap ik hier even uit. Ik krijg helemaal heel soepeltjes. Dan gaan we dus nog een poging doen. Bade. Bam. Hit him to the face. Dus we gaan dus zo snel mogelijk naar het vliegveld toe dit keer. Oké, dat is interessant. Dat is wat we dus gaan doen. Op naar het vliegveld. Een stukje die kant op. Ik heb last van al die geweren. Mij gericht staan. Minder pang pang. Minder milieuvervuiling. Autootje hier aan de kant. Stukje deze kant op. Stukje deze kant. Sorry persoontje. Mijn zorgverzekering heeft goed niks voor jou. Zo, ik dacht ook een klootzak voor deze mensen zeg. Jij gaat nu niet omhoog hè. Ja dus. Jij gaat nu dus serieus gewoon omhoog. Nu nou gewoon serieus omlaag. Ik heb geen flauw idee. Miep, miep. Ik kom zo meteen de allereerste tegen. Ja, dan gaan we nou dus naar dat gele stippie. Kijk, daar precies moet komen. Dat is nog ver omhoog, dus. Oké, dat is goed om te weten. Echt waar. Echt verschrikkelijk. Gewoon rennen voorrang nemen. Hoppa. Nee. Oeh, dat ging precies goed. 4 kills. A couple to go. Alleen deze auto overleeft niet echt lang meer. Ik had even een nieuwe snelle auto zien te vinden. Maar kijk, hier is het water over. Hier dus. Oké. Okay.
Oh ja, dat kan er ook nog wel bij, politie. Even zien. No police, please. Zo. Nou, ik ga eerst jullie even wegbrengen. Jullie zijn echt verschrikkelijk. Als een idee hadden jullie denk ik ook al wel. Dat die jager ook, hoe heet die dingen? Kom dan. Stel ik je helden op sokken. Jullie zijn zo de gang. Maar ik ben echt een bang. Verkeersborden heeft er dan nodig. Alleen maar voor mietjes. Dus nu pang 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 en zit een beam. Oh, net geen lantaarnpaal. What the fuck, zijn ze niet, nog steeds niet dood? Maar ik heb goed onthouden hoe ik gereden heb. Dus ik moet zo meteen hier dus af. Oké. Okay. Dus eigenlijk één weg verder naar beneden. Oh, die zijn gewoon serieus teruggereden. Oh my god. Nou, ik kan ze meteen allebei meenemen. Eén voordeel wat ik heb. Maar ga even van een autootje wisselen. Nee, het leuke is, ik heb zo meteen die andere kant ook nog een keer erbij. Dat ik de weg hier al niet weet. Trucker. Auto die me aanrijdt. Ik word nog een keer aangereden, dacht ik al wel. Mijn auto steekt een paar sigaretten op. Twee boze mensen achter me aan zitten. Precies zoals hoe het hoort. Maar één van die twee even kan meekrijgen. Gewoon instant mee. Hier niet naar beneden. Maar dan gaat het een beetje mis. Volgens mij blijft ze me gewoon volgen. Ik wil inderdaad de politie even snel bellen, ja. Jongens, dit was gewoon echt jammer. Ik tikte mijn auto al over het muurtje en zei ik dat ik gewoon mijn boom deed. Als je elke keer zo moet gaan met de missies, dan weet ik het ook niet meer. Dit is weer om dus gewoon zielig te worden. Nog een poging. Ik vind het wel zo slim om niet elke op te slaan, dus ik kan ook gewoon hier spawnen. Ik klaxoneer toch dat ik hier langs wil, dan ga je even fatsoenlijk aan de kant. Hoppa, dan gaan we hier naartoe. Aan de andere kant kan ik het heel mooi uitrijden zonder scharen. Dat klinkt op zich best wel heel fijn. Ik kan niet even bovenop kan springen. Ja, nou elke keer wel lang springen, hè? Dus. Wat ben je voor een atleet op sokken? Bade. Dus ik weet dat het nu een makkelijke route is. Dus als je de weg weet, wordt deze missie echt zoveel eenvoudiger. Dat is het hele probleem, dus ik weet de weg niet. En
En dan wordt het dus echt enorm moeilijk. Ik neem deze gang. En dan gaan we deze hoek in. Random auto die ik random afslaat. Ook altijd fijn. Dit ja, game is ook zo moeilijk, hè. Dus ik wil even één hendeltje naar beneden doen. En that's freaking it. Dat is mijn afslag gemist. Oh ja, die brug gaat ook weer herrie maken. Ja, dat klopt ja, want het was al meteen boven. Het ging alles een tikje sneller. Dus nu moet ik even iets langer wachten. Ja, ik moet iets langer wachten. Nou jongens, weer een paar leuke moppen. Er gaat ook helemaal geen boot langs ofzo, dat ook niet. Ook best wel bullshit. Nou, kaart geven. Ontvaren. Oké, in ieder geval op hetzelfde vliegveld. Dus dan gaan we misschien deze kant. Dan de andere kant. Die maffia weer tegen. Die gaan uitschakelen. Die moeten we een beetje gaan volgen. Maar ongeacht ze blijven volgen wat ik dus ga doen. Is op zich best wel fijn. Dat is misschien zorgen over te maken. Maar deze kant op ga. Snel deze kant. Heel een beetje rustig aan doen hier. One follow. Maar ze moet zich best wel een beetje dood zijn. Beam. Kapot. Kaputos. Nou die andere mythos. Oké, okay, die onderdoor loopt die weg dus. Aha. Nee, ik neem deze mee, maar ik neem die andere ook meteen mee. Dat is één keer rijden, dat scheelt weer wat tijd. Maar het maakt het denk ik wel een stukje moeilijker. Dus ik kan hier gewoon gas gaan geven eigenlijk. Die is voor sale. Uiteraard. Okay, en nou gaan ze volgen. Gewoon letterlijk allebei. Zeg best wel heel erg fijn is. Ik weet niet hoeveel meter er precies tussen zit nu. Oh, niet zo heel veel. Dat scheelt. Ja, gewoon een race, alleen met iets meer geweren. Dus ik kan het een beetje vergelijken. Ja, ik kan ook zo meteen gaan doen. Ik ga nu hier gewoon naartoe rijden. Ik ga dus meteen bij die brug even wachten. Dat ze iets dichterbij zijn. Dat we zo staan. De arrow is weer te zien. Dan is weer gas geven. En dan de brug over. En hier een beetje in de buurt houden. En hier worden ze zo meteen vermoord. They are coming. Boys, load your guns. Oh, ligt een min 1 star. Dat is ook wel ideaal. Surprise, motherfuckers. Oh god. Helmo, dat is echt een super slechte timing.
Ja, jullie volgen mij weer. Don't touch me. You bastards. Ja? Jongens, kill ze dan. Kijk jongens, ik heb de game laten glitchen. Ik kon hier net niet meer weg, doordat iemand zijn auto daar had ontploffen. Dus in ieder geval, laat een like achter, vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg.